Allemaal leuk dat je weer kijkt naar Fem. Vandaag laat ik zien hoe je deze mokken maakt. En omdat het themaweek van Fem deze week herfst is, leek me leuk om, ja, dit is een soort herfst-do-it-yourself te doen. Aangezien we in dat koude weer al sneller dingen drinken als thee en koffie, warme chocolademelk. Nou, het zijn hele makkelijke do-it-yourselves. En de truc juist is om ervoor te zorgen dat deze wel in de vaatwas kunnen en dat ze afwasbaar zijn. En dat is eigenlijk een beetje de trick van do-it-yourself. Ik vind het persoonlijk heel erg leuk. Het is simpel, leuk en super leuk om te doen. Wat heb je nodig? Een simpele mok. Deze heb ik gekocht bij de Action voor 95 cent. En daarnaast gebruik ik een Edding permanente marker. Deze was 1 euro. Super makkelijk en vaak heb je al zo'n stift in huis. Ik begin met deze. Dat is eigenlijk de allersimpelste. Je ziet, ik vond mezelf heel erg leuk. Ik had hem gezien op Tumblr of Rehardit. Ik vond hem eigenlijk wel grappig en heel herfstachtig. Want al die warme drankjes natuurlijk. Ik begin met het schrijven van een normale stift. Zodat ik even kan schrijven hoe groot moet ik schrijven enzovoorts. En dan kan ik het daarna uitgummen. En dan kan ik daarna met de permanente stift aan de slag. Want met de permanente stift kan je niet uitgummen. Tada, dit is klaar. Ik doe nu het tweede design. En dat is eigenlijk mijn favoriete. Deze met boompjes. Nou, ik maak eerst wat lijnen. Dit doe ik wel gelijk met de permanente marker. Omdat ik dat zelf wat makkelijker vind. En dit worden de bomen. Nou, dan maak ik kleine horizontale streepjes in. Omdat dat dan een boomstronk is. En dan maak ik wat takken aan. Zo ziet het er dan uit. De bladeren, die gekleurde bladeren, doe ik op het laatste. Je ziet straks hoe ik dat ga doen. Nou, de laatste, deze heb ik volgens mij op Tumblr ook voorbij zien komen. Of Etsy. Ik vond hem super grappig. Deze maar op wat erop staat. Ik moest er wel om lachen. Hij is super simpel. Echt zo'n Urban Outfitters mok of zo. Nou, ik vond het wel heel erg grappig. Heel simpel en minimalistisch. Hou ik van. En het is toch een mok die net wat anders is dan de rest. Ik schrijf hier eerst ook met een normale stift op. Om gewoon een idee te krijgen van hoe groot moet ik schrijven. En of de verhoudingen kloppen. Daarna hou ik dat van met de stift weg en ga ik het opnieuw schrijven met de permanente marker. Ik was hier heel geconcentreerd bezig, dus sorry voor mijn haren die voor het beeldscherm zitten. Als je dat hebt opgeschreven, ben je klaar. Ik zal de tekst van het bekertje nog even in de beschrijving hieronder plaatsen. Oké, nu komt de trick. Doe ze in de oven. Een half uurtje op 200 graden. En niet voorverwarmd, want ze moeten juist met de oven meewarmen, geleidelijk. En dan blijft de permanente marker erop zitten. Kijk, hij is waterdicht. Dat is de trick. En zelfs met het papiertje eraf, hij blijft waterdicht. Zorg er wel voor dat je hem ook niet gelijk uit de oven haalt, maar laat ze een half uur in de oven die uitstaat afkoelen. Ben ik verder gegaan met de mok die uit de oven is geweest met de bomen. En met nagellak maak ik blaadjes. Een beetje met de herfstkleuren. Nou, dit blijft wel gewoon zitten met water. En dan ben ik daarmee klaar. Let op, doe de nagellak erop nadat ze in de oven zijn geweest. Niet voordat je ze in de oven doet. Het resultaat, dit is mijn favoriete. Ik vind het ook echt heel erg leuk om te doen. En ik vind het juist heel leuk met die kleurtjes erbij. En vervolgens kan je koffie zetten, thee zetten, warme chocomel en ervan genieten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren en dan zie ik je volgende week weer.